beste studenten van de HU. Welkom in het epicentrum van de Nederlandse eventbranche en dan wel de marketing- en communicatietak. Ik ben Sjoerd en ik ben hier een beetje de redacteur, dus ik schrijf veel over alles wat met ons mooie vak te maken heeft. En speciaal voor jullie, voor de studenten van de HU, hebben we een online magazine gemaakt over de ontwikkeling van merkactivaties. En merkactivaties zijn echt een mooi onderdeel van alles wat met eventmarketing en live communicatie te maken heeft. En daar is echt in no time is daar ontzettend veel veranderd. Dat begon letterlijk met dit soort dingen. Hè. Er stond er een display op een festival bijvoorbeeld of ergens in de binnenstad. En dan, hier wil jij een eventbranche zonnebril. En dan nam je die zonnebril mee en die zette je één keer op. En dan dachten mensen serieus bij eventbranche.nl bijvoorbeeld dat je dan ook daadwerkelijk lid zou worden van eventbranche. Dat is helemaal niet waar. En voor de mensen die wel eens op de Zwarte Cross zijn geweest, je bent hier dus in de Achterhoek in Doetinchem. Er stond een aantal jaar geleden, stond daar een mevrouw met een dingblad met de nieuwe Yogo Yogo. En de nieuwe Yogo Yogo Tropical Tasting smaak, die werd dan gepresenteerd op de Zwarte Cross. En na 40 bier, kan ik jullie vertellen, is dat echt hartstikke lekker. Maar ik heb daarna toch nooit meer Yogo Yogo gekocht. Dus de wereld van brand activations, of ook wel merkactivaties, die is heel snel veranderd. Van wat wij noemen sampling, dus het uitdelen van je producten om het te laten proeven of kennis mee te laten maken. Daarna gingen we kortingscoupons uitdelen, bijvoorbeeld in de binnenstad. En dan kon je met die coupon of later met een QR-code kon je je korting ophalen bij die winkel. En dan zou je dat product eventueel gaan kopen. Ik zeg absoluut niet dat het niet werkt, want anders hadden ze het ook niet gedaan. Daar is echt wel naar gekeken en het werkte ook wel. Maar wat is er gebeurd in de laatste jaren? Al die merkactivaties zijn eigenlijk verworden tot een soort van mini-events. Je beleeft het product, je gaat soms zelfs in het product. Sterker nog, als je dan bijvoorbeeld weer de Zwarte Cross kijkt, nu geen Yogo Yogo, maar de Wagner pizza's. Wat zij deden is dat ze met de crossmotoren die pizza's naar de campinggasten brachten. Dan ga je dus letterlijk je product naar de doelgroep brengen. En dat is ongeveer de definitie van merkactivatie. En dus nemen we je mee in dit magazine, in die ontwikkeling, in de beste voorbeelden. En je krijgt een aantal tips van experts, zodat als jullie straks met merkactivatie bezig gaan, je meteen op het goede moment instapt. Veel inspiratie en leesplezier. Mocht je vragen hebben, er zit ook nog een contact en een e-mailadres van ons in. Dan kun je ons benaderen en helpen we je graag op weg in deze mooie wereld van live communicatie, eventmarketing en merkactivaties. Tot het volgende online magazine.